We zijn nu op Keiduin. En eigenlijk wel een hele bijzondere weg. Want vanaf Scheveningen, waar we vandaan komen, één rechte weg eigenlijk hierheen. En dan zit je toch weer onderweg in die auto te denken van welke voetbalclubs eigenlijk allemaal vroeger hier hebben gezeten. Dus vanaf de Sportlaan eigenlijk krijg je dus Duinop SV. Vroeger Hollands Sport natuurlijk. Je krijgt op een gegeven moment per se je HBS links. Kwik natuurlijk. Maar aan de overkant had je ook nog natuurlijk PDK. Westerkwartier, Hollands Sport, Texas, DHB. CWP natuurlijk, waar we al zijn geweest, kwamen we tegen. Dus hier richting Keiduin. En dan krijg je ook de linkerkant ook nog natuurlijk, waar je zwart-blauw hebt gezeten. Kranenburg. Allemaal clubs eigenlijk, niet allemaal, maar wel veel die zijn verdwenen, helaas. Maar ja, we zijn nu op dit moment op de plek eigenlijk waar ik heel eerlijk moet zeggen, zijn volgens mij hier de meeste vloeken uit de Haagse voetbalhistorie zijn hier gepleegd. De meeste trainers die hadden ze wel willen vermoorden. Want al die clubs die hier in de omgeving zaten, SOA, daar bij Okkenburg, al die clubs, ook van Kranenburg en noem maar op, en zwart-blauw. Die moesten dus gaan hardlopen als ze de vel niet op mochten. En die moesten dus deze trap gaan nemen. Nou, als iedereen had daar een hekel aan. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt. Hè? Dus, want ik voetbalde hier niet. Maar als je die verhalen hoort. Dus iedereen heeft het hier over. Dat het een ramp was. Dat ze echt die trainers hadden vervloekt. En het is nog een aardige staande trap. Want onze West zegt, ga jij even naar boven toe. Nou, ik doe het niet. Maar dat vind ik wel leuk om dat te horen. Op één speler na. Die vond het hier altijd geweldig. Gerard Duran. Nou, als je daar verhalen over hoort, die liep me geloof ik 10 keer. Die trappen op en af. Want dat was altijd een lopertje, als ik het zo hoor. Dus buiten dat hij al die gele kaarten pakte. Ja. Maar ja, het is toch een stukje historie eigenlijk, die aan die trappers dat hoort. Al die verhalen. Want toch hebben dat heel veel oud-spelers. Ja, die hebben daar nachtmerries van, volgens mij. Dus vandaar dat we toch even willen terugblikken op deze historische trap. Dus